zit erop? Ben je blij dat hij gestopt is? Nou ja, blij. Ja, je leeft er natuurlijk naartoe. En ik heb er altijd volledig achter gestaan. En heel bijzonder om te zien dat hij daar zo van genoten heeft. En natuurlijk, daar komt een keer een eind aan. En het is ook leuk om nu wat vaker samen dingen samen te doen. Dus daar kijk ik wel naar uit. Ik kan me nog herinneren, december, het OKT hier. Tranen. Hij redde het niet, de Olympische Spelen. Ja, nou dat is natuurlijk nog een ultieme droom die je wilt verwezenlijken. En dat is niet vanzelfsprekend. En ik heb hem daar gewoon echt keihard voor zien werken. Ja, en als dat niet zo mag zijn, dan is dat heel verdrietig. Ja, ik bedoel, En nu nooit trainingskampen meer met de kinderen in Insel, hè? Nee, maar we maken wel uitstapjes, denk ik. Dus dat komt wel weer goed. Je houdt je er goed bij. Ja, nou kijk, we hebben er natuurlijk al een tijdje aan kunnen wennen. Hè. We zijn al een tijdje thuis en dit was echt een laatste race nog, wat hij eerst nog niet wist of hij dat wel wilde doen. Dus ja, we hebben er al wel een beetje mee leren omgaan. We hebben het thuis al verwerkt en we zijn er al een beetje aan gewend. Maar een mooie afscheid dit. Ja, mensen, heel veel mensen die gingen staan. Ja, nou maar goed, hij heeft natuurlijk ook gezorgd dat die mensen die er zijn ook iets moois hebben gezien. En dat is dan ook bijzonder dat ze dat op deze manier daarvoor, je daar ook een beetje voor bedanken.